Als je goed kijkt, zie je de wietplanten. Door dit kleine driehoekje te zagen, merkt de brandweer dat het niet om een poelier, maar om een wietplantage gaat. Ik heb het zien beginnen. Ik was op balkon bezig. En ik zag in dat hoekje daar, bij de laatste letter zeg maar, van Blom daar, zag ik rook uit zijn gat komen. En dat werd steeds erger en erger. En er plaatste vuur erbij. Er komt veel rook vrij en buurtbewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Eén bewoonster heeft het benauwd en krijgt wat extra zuurstof. Het was een hele vieze lucht. Je rookt bij ons ook in de gang. En in de kamer, heel erg. Dus we moesten de afzuiging afdoen en ik had de roosters allemaal al dicht gedaan. En ik heb de waaier aangedaan en ik kreeg dan een beetje frisse lucht. Ja toch, een beetje spuiten. De buurman, een islamitische slager, heeft een groot probleem. Morgen is het offerfeest en door het gebrek aan stroom kan hij zijn dieren niet slachten. De naastgelegen kringloopwinkel blijft bespaard. Onduidelijk is nog hoe groot de rookschade is. Nee, we kunnen niet terecht bij Toeswift, nee. Ja, we hadden begrepen dat hij niet open ging of zo, dus we wachten heel even tot 11 uur en dan gaat hij niet open, dan gaan we gewoon weer naar huis toe. Er zijn natuurlijk weer een hele hoop mensen gedupeerd erdoor natuurlijk, hè. En wie moet het betalen, hè? Van wie is de wietplantage? Die vraag blijft nog onbeantwoord. Niemand zegt iets te hebben gezien, behalve de buren. Mijn buurvrouw zei, dat vind ik helemaal niet gek. Die had er al een vermoeden van. Ze zag s'avonds laat daar op de parkeerplaats vaak auto's knipperen naar elkaar. Dan weet je wel hoe laat het is.